Deze webinar gaat over cyberbedreigingen. We tonen je in dit fragment het belang van updates en welk risico je loopt als je de update niet tijdig uitvoert. Websites, maar ook je computers en software bevatten vaak kwetsbaarheden. Dit zijn zwakke plekken die aanvallers gebruiken om je te infecteren of zelfs controle over je systemen te nemen. Een kwetsbaarheid is een beetje zoals een sterretje op de autoruit. Op zich is het niet gevaarlijk, maar je loopt wel het risico dat je ruit breekt. Computers zitten vol met zo'n sterretjes. Ze worden dagelijks ontdekt door mensen met goede en slechte bedoelingen. Zoals bij je autoruit kan je ook bij computers die kwetsbaarheid repareren. Dat heet dan een patch of een update. Je weet wel, die vervelende pop-ups waarbij je computer zich moet herstarten. Vaak klik je dat dan snel weg, maar dat doe je dus eigenlijk beter niet. Zoals bij een sterretje in je ruit loop je meer risico als je langer wacht om de update uit te voeren. Aanvallers zoeken niet alleen zelf naar kwetsbaarheden, maar krijgen ook te horen wanneer er een nieuwe is opgedoken. Ze rekenen er dan ook op dat je niet snel genoeg je updates uitvoert en gebruiken de kwetsbaarheid om je computer binnen te dringen. De boodschap is dus om zo snel mogelijk de beschikbare updates uit te voeren. Alleen zo ben je cybercriminelen te snel af. Wat onthouden we over updates? Updates zijn belangrijk. Niet updaten brengt risico's mee voor de veiligheid van je website, computer of software. Voer updates dus altijd uit. En liefst zo snel mogelijk.